Hi, leuk dat je weer kijkt naar onze nieuwe vlog online met Juf Carlijn. Het is vandaag woensdag 18 maart 2020. Het is de tweede dag, eigenlijk de derde dag dat we thuis zijn. Vandaag krijg je weer een nieuw filmpje. Weet je nog dat we gisteren onze rijmkaartjes hebben gemaakt? Weet je nog, moesten we ze plakken en hadden we ze op een ander kleurtje geplakt? Nou, vandaag mag je ze er even bij pakken. Ga het bakje maar halen. Doe wel even je film op pauze, want anders ga ik gewoon door met praten terwijl jij je bakje zoekt. Zet hem even op pauze. Oké, als je nu je bakje hebt gepakt, leg maar even alle kaartjes op de tafel. Voor het spelletje heb je namelijk de volgende kaartjes nodig. Pak je ze met me mee? Kaas. Pak maar de kaas. Muur. Pak maar de muur. Doos. Pak maar het kaartje van de doos. Van de tas, van de neus, van het oor, van je voet, de vier, misschien ben je wel zo oud. Ook het kaartje van de mier, vuur, boor, reus, vaas, roos, hoed en jas. Hopelijk heb je ze allemaal gepakt. Ik zal ze nog eventjes op de tafel neerleggen. Dan kun je even goed kijken of je ze allemaal hebt die we nodig hebben. Zet hem even op pauze. Dan kan je kijken of je ze allemaal hebt. Goed. We gaan het spelletje doen. Misschien kun jij al wel twee kaartjes vinden die op elkaar rijmen. Ik zal er eentje pakken. Mier. Zoek jij het andere kaartje dat rijmt op mier? Pak dan ook het kaartje van mier erbij. En weet je nog wanneer het rijmt? Als je aan het eind hetzelfde hoort. Mier. Wat rijmt er nou van al deze kaartjes op mier? Mier. Mier. Is dat meer mier voet? Nee, dat rijmt niet. Mier muur? Dat rijmt ook niet. Mier neus? Nee, mier neus? Nee, dat rijmt ook niet, juf. Mier vier? Hé, luister eens goed. Mier vier. Mier vier? Dat rijmt. Dus deze twee kaartjes horen bij elkaar. Probeer jij nu eens of je nog een kaartje kan vinden wat bij elkaar, of je nog twee kaartjes kan vinden die bij elkaar horen. Bijvoorbeeld tas. Wat rijmt er op tas? Ga weer na. Kijk weer goed naar alle plaatjes. En ga kijken welke er rijmt op tas. Ga zo het hele spelletje maar doen. Succes! Doe je wel een duimpje omhoog? En stel nou dat je dit al vrij goed kon. Kan je ook nog de andere kaartjes pakken die in je rijmdoosje zitten. Dan doe je die ook nog. Hartstikke knap. Hey, en als je het leuk vindt, kun je altijd een foto sturen naar de juf. Want wij willen ook graag zien wat jij allemaal doet. Doei, tot morgen!